We staan hier in de timmerfabriek, een oud monumentaal pand. Een oude timmerfabriek uit 1914. Vroeger werd hier alles gemaakt met hout en boten. En dat hebben wij de afgelopen jaren veranderd in een 4-sterren plus hotel, Superior Hotel, met 68 kamers. Omdat dit een monumentaal pand is, hebben we naar andere oplossingen moeten kijken dan gebruikelijk is bij een nieuwbouw van een pand. Daarbij zijn we bij Kool terechtgekomen voor een rookte- en warmteafvoer, waarbij we eigenlijk nu voldoen aan alle eisen omtrent de brandweerwetgeving. Deze installatie bewerkt veiligheid in het atrium door op een gecontroleerde wijze rook en hitte af te voeren. Dat doen wij op een dusdanige manier dat wij gedurende een hele lange tijd een rookvrije hoogte waarborgen. Die rookvrije hoogte geeft mensen de gelegenheid alle verdiepingen te ontvluchten. Maar ook de brandweer heeft bij aankomst rookvrij zicht, waardoor zij een hele effectieve inzet kunnen plegen. Met het ontwerpen van deze installatie hadden we een aantal uitdagingen. Ons rookwarmteafvoersysteem mocht niet te nadrukkelijk aanwezig zijn in de uitstraling van het pand, maar moet nog wel voldoende veiligheid bewerkstelligen. Het is een relatief hoog pand. Dat betekent dat rook en hitte een behoorlijke weg hebben af te leggen alvorens ze worden afgevoerd. En dat betekent normaliter grote debieten die gerealiseerd moeten worden. Nou, die waren niet altijd even eenvoudig in dit object te realiseren, waardoor we ook heel goed hebben gekeken naar hoe is het ontvluchtingsgedrag van mensen en hoeveel tijd hebben we daadwerkelijk nodig om de verdiepingen te ontruimen. Wij doen hier periodiek, één keer in de 3 maanden, doen we een test daarvan. Daarbij zetten wij de RWA volledig aan en dan kan je iets van het tochtstroom en wat herrie hebben in het hotel. Maar dat natuurlijk voor de veiligheid van al onze gasten. De rookwarmteafvoerinstallatie bestaat uit 4 brandgasventilatoren. Elk in staat om meer dan 100.000 kub per uur af te voeren. En daar waar je lucht afvoert, moet je ook lucht toevoeren. Dit bewerkstelligen we door automatisch vanuit het brandmeldsysteem alle entreedeuren open te sturen. Maar dit was onvoldoende en daarom hebben we in de kopgever van het project ook voorzien in een lamel luchttoevoerventilatie-eenheid die de resterende lucht naar binnen brengt. De schakelkast en transmissiewegen behoren ook tot onze scope, dus die zijn ook door ons voorzien. En om het geheel gecertificeerd opgeleverd te krijgen, hebben wij ook het hele inspectieinstelling gebeuren in ons verhaal meegenomen. Ik ben er zeker trots ook op dat je een oud pand uit 1914 met de moderne technieken tegenwoordig als een goed lopend bedrijf kan hebben waar eigenlijk voldaan is aan alle veiligheidsvoorschriften die er nodig zijn.